allemaal. Vandaag weer eens een update van hoe het met mij is en hoe het met Niels is. Nu alweer meer dan een half jaar na de geboorte van Niels. Dus laten we maar gewoon beginnen. Zoals altijd weer gewoon out of the blue. Met mij gaat het goed. En met Niels natuurlijk ook. Met Niels ook. Ben nog niet, ik moet weer voor de nakontrole naar de gynaecoloog. Ben ik nog niet geweest, maar dat zit er wel in deze weken aan te komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik moet zeggen dat ik nog niet geheel klachtenvrij ben. Zo was ik van het weekend aan het sporten en ik moest op een gegeven moment op een matje gaan zitten. En toen dacht ik echt, oh, dit voelt nog niet helemaal oké. Dus ik weet niet of dat normaal is. Maar goed, verder heb ik er geen last van bij de normale bezigheden. Het is gewoon wel nog niet, zeg maar, zoals het was. Ik weet niet of dat ook ooit nog zo gaat worden. Maar weet je, op zich prima. Qua lichaam ben ik natuurlijk gestopt met borstvoeding. Nou, dat merk je wel. Ik bedoel, ja, dat verandert je lichaam. Ik merk het vooral in waar ik voorheen, zeg maar, eigenlijk vooral erg afviel. Is dat nu niet meer het geval. Ik kan ook niet zeggen dat ik aankom. Maar wel, zeg maar, ik merk van, oh ja, dat proces is een beetje soort van gestopt. Nu begin ik ook vooral te zien, zeg maar, waar mijn lichaam echt slapper is geworden. Dat zag ik al, maar het is een soort van anders geworden. Dus ik, weet je, ik zie het bijvoorbeeld bij mijn armen, terwijl ik dat voorheen echt helemaal niet zag. Dus het is misschien ook een soort van nu dat die spieren, ik weet het niet. Er werd mij laatst ook verteld van, joh, dus eigenlijk moet je eigenlijk pas gaan rekenen die 9 maanden op 9 maanden af. Zeg maar die 9 maanden eigenlijk gewoon pas gaan rekenen als je stopt met borstvoeding. Want pas dan gaan al die hormonen en zo gaan zich weer normaliseren. Dus nou ja, dan hebben we nog even. Qua hormonen vind ik het trouwens heel erg meevallen. Toen ik aan de pil was, had ik veel meer last van mood swings of dat soort dingen dan nu. Kijk, nu heb ik ongetwijfeld allerlei hormonen. Maar dat is logisch. Maar niet toen ik bijvoorbeeld, als ik ongesteld moest worden terwijl ik aan de pil zat, dan kon ik echt huilend voor mijn kledingkast staan. Weet je wel, dat soort dingen heb ik allemaal niet meer. Maar goed, ik ben iets minder zeker over mezelf dan voorheen. En ik denk ook dat het niet zo raar is na een kindje. En ja, weet je, je hebt ook minder tijd om te sporten. Nou mag ik ook nog niet heel wild sporten. Dus weet je, ik denk, weet je, dat komt wel weer. Ik heb er ook niet zoveel haast mee. Maar goed, het was natuurlijk leuk geweest als het helemaal niet nodig was geweest. Dus dat is denk ik het meeste voor wat betreft voor mij. Trouwens, ik zie het niet, maar ik zie het, zeg maar, feitelijk in de spiegel. Maar het is niet, ik pas nog steeds gewoon mijn broeken en ook wel mijn shirt. Alleen ik, met mijn buikje draag ik gewoon wat wijdere dingen. Maar ja, weet je, dat ik droeg eigenlijk al heel lang niet echt meer strakke dingen. Ook vanwege mijn prikkelbare darm. Dat heb ik trouwens ook nog gedaan. Ik ben weer bij de mesoloog geweest. En eigenlijk is het, voor iemand die nog niet heel lang geleden bevallen is, gaat het eigenlijk best wel oké met mijn darmen. Ik had verwacht dat ze meer van slag zouden zijn. Maar dat gaat eigenlijk best wel oké. Ik moet wel echt weer op mijn lactose gaan letten. Want ik merk dat ik daar een beetje in aan het verzaken ben. Omdat ik hou gewoon zo ontzettend van kaas. En love it. Maar daar moet ik gewoon echt wel weer gaan minderen. Want daar reageert mijn lichaam gewoon niet op. Dus ze zegt nu, ik zei ja, maar ik merk het ook niet heel erg. Ik merk het soms wel, maar ik merk het ook niet heel erg dat mijn buik heel erg opzet als ik het gegeten heb. Dus ook ja, maar ja, dat is ook vooral, oh als je dat hoort, is de wasmachine die net klaar is. Want Niels had over van alles heen geplast. Maar goed. Ze zei van, het bouwt zich een soort van op. Het is een emmer die op een gegeven moment vol is. En dan is het heel lastig om leeg te krijgen. Dus ik moet dat wel weer gaan doen. Ik vind het alleen een beetje lastig. Omdat ik gewoon heel erg van kaas hou. Maar goed, ik ga het weer doen. Het valt me eigenlijk 100% mee met. Want ik dacht, die darmen zijn natuurlijk alle kanten opgeschoven. Dat wordt één groot drama. Maar het valt eigenlijk heel erg mee. Dus dat is fijn. Ik ben inmiddels, ik weet niet of ik dat gezegd heb. Maar ik had ook nog zakjes nog steeds vanwege de stoelgang. Dat heb ik ook niet meer. Dus begint allemaal weer een beetje te normaliseren. Ik denk dat Niels honger begint te krijgen. Sorry voor daarvoor. Sven die gaat hem net een hapje aan het maken. Dus die krijgt hij zo. Dat is misschien wel een mooie overgang naar Niels toe. Het eerste is, vandaag is vaderdag. Als jullie het zien, niet meer. Maar Niels heeft papa dit cadeau gedaan.
Dit is het basiskookboek Opper de Pop. Voor vaders en moeders met kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Met allemaal recepten. Dit is van de Albert Heijn. En ik hoorde wel goede verhalen over. Dus ik dacht, dat geef ik een cadeau. Ik kon het niet inkijken. Want er zat zo'n cellofaantje omheen. Maar Sven is er dus nu uit aan het koken. En we hebben het inmiddels ook bekeken. Het is echt wel heel leuk gedaan. Het zijn dus gewoon allemaal... het begint echt bij het begin. Gewoon klaar voor de eerste hapjes, zeg maar. Hoofdstuk 1 is 6 maanden. En zo loopt het dan op. En ik vind dat heel fijn. Want ik ben af en toe een beetje zoekende van... bijvoorbeeld welke fruit mag die nou wel of welke niet. Tips om het eten leuker te maken. De foto's vind ik ook heel leuk gedaan. Dit zijn dus allemaal eerste hapjes. Sven is nu deze aan het maken. Zoete aardappel met erwten. En nou kan je natuurlijk zelf van alles verzinnen. Maar ik vind het altijd wel prettig als je een soort van houvast hebt. Trucs voor het baby ontbijt. Het zijn gewoon allemaal wel leuke hoofdstukjes. En ik dacht van... dit gaat dan gewoon door tot en met 6 jaar. Dus ja, ik vind het heel leuk. Ik heb het nog niet uitgebreid bekeken, maar de foto's zijn mooi. Het zijn ook gewoon heldere, korte receptjes. En er staat dus gewoon, hier is het volgende hoofdstuk is dan 7 tot 9 maanden. Dan gaat het over het variëren. En nou, Niels is inmiddels alweer bijna 7 maanden, dus daar zouden we op een gegeven moment ook weer aan kunnen doen. Al wij zijn wel iets later begonnen met het eten geven. Het wordt nu geblenderd, mocht je wat horen. Het eten geven gaat sowieso heel goed. Er is eigenlijk niks geweest wat hij niet lustte. Het enige wat hij nog niet helemaal per se, hij eet het wel op, maar wordt er niet heel warm van, dat is avocado. Dat is tot nu toe het enige wat we ontdekt hebben. Verder vindt hij eigenlijk alles lekker. Hij eet heel netjes. Hij doet gewoon netjes zijn mond open en happy, appetiet er vanaf en dat is het. Maar goed, ik lees wel en dat las ik nu ook weer hierin en ik lees het overal. Je moet kinderen ook echt met eten laten spelen. Dat vind ik wel... Sven vindt het vooral lastig omdat het een rotzooi wordt. En ik denk dan van, maar dan eet hij niet. Als ik hem een hap geef, dan eet hij dat. En als ik hem een bord geef, dan gaat hij er met zijn handen lekker in zitten. En that's it, zeg maar. Daar zijn we nog een beetje naar aan het zoeken. Vandaag heb ik wel gedaan met banaan. En dan zit het overal. En dat is op zich prima. Maar dat is... Ja, ik weet niet of dat dan de bedoeling is van banaan eten. Dus als jullie daar ervaring mee hebben, laat vooral weten onder in de comments. Wat ik bijvoorbeeld wel doe, is een soepstengel in zijn hand geven of een broodkorst in zijn hand geven. En dat is prima, maar ik vind het gewoon met gepureerde dingen, weet ik niet helemaal wat ik ermee aan moet. Dus let me know. Dan trouwens nog een boek, dat zit een beetje tussen Niels en mij in. En het is niet alleen maar voor mama's. Ik had nooit verwacht dat ik dit boek zou kopen, dat moet ik ook even bijzeggen. Maar het is van Kristen Cavallari. Zij is van The Hills geweest. Het heet Balancing in Heels. En voor iedereen die de Heels keek, ik denk dat er velen van jullie dat keken, net als ik. En ik vond het een heerlijke serie om te kijken, maar dit was niet per se mijn favoriete karakter. En ze werd natuurlijk ook wel een beetje neergezet. Maar goed, ik denk dat er zit altijd wel een soort van kern van waarheid in. En dat zegt ze ook wel in dit boek. Maar ik vind het echt een super volledig boek. Ik had hem op mijn e-reader staan. Ik heb hem gelezen toen we in Milaan waren. Ik heb hem nog niet uit, maar ik ben drie kwart onderweg. En eigenlijk vind ik het een heel leuk boek. Dus ik wil hem toch even noemen. Het gaat namelijk over van alles. Ze is moeder. En het eerste hoofdstuk heet dan ook Mami Mami. Dus het gaat over moederschap. Het gaat over sowieso het leven als getrouwde vrouw. Want dat is ze ook. Het gaat over eten. Het gaat over sporten. Ik lees nu even alle hoofdstukken voor, want het is... Nou, dit zijn de hoofdstukken. Dus het is Mommy Mommy, All Wived Up, You Are What You Eat, Work It Out, Find Your Fashion, Glowing Girl, dat gaat over beauty, en HBIC. En daar ben ik nog niet. Ik zal even kijken wat dat betekent in mijn bescheiden stijtje. Head Bitch in Charge. Oké. Het heeft zoveel... kijk, er staat bijvoorbeeld een recept in voor overnight oats... Maar er staat ook haar favoriete gezichtsmasker in. Schema's om te sporten. Sowieso staan er workouts in. Over organic food. Ik was er echt aangenaam door verrast. En omdat ik het op mijn e-reader las... dan blader je niet zo snel even terug en ga je een receptje uitmaken. Dus ik had zoiets van of een workout uitdoen of whatever... Dus ik had zoiets, ik wil dit gewoon hebben op papier. Het is wel een Engels boek, dat moet ik er even bij zeggen.
Maar het is echt, ik vind het echt een echt wel een aanrader voor iemand die zeker voor de net mommies of de aanstaande mommies is het gewoon die ook van beauty houden en ook het belangrijk vinden om er leuk uit te zien, gezond te eten en gewoon een leuk leven te hebben, zeg maar. Ik was er echt aangenaam door verrast. Dan verder met Niels. We zijn weer bij het consultatiebureau geweest. En natuurlijk is hij weer gemeten en gewogen. En we zijn gestopt met de borstvoeding. En dat zie je ook in het schema. Dus dan zie je altijd een soort van afbuiging. En die zie je sowieso met 6 maanden, begreep ik. En je ziet hem dus van de... Hij zat boven de middenlijn, zeg maar 1 lijn naar boven. En hij gaat nu weer naar de middenlijn toe. Zit er nog steeds wel iets boven, maar gaat richting de middenlijn. Hij woog nu 8,4 kilo. En hij was... hoe lang was hij nou? 86 centimeter? Nee, dat was het niet. 68 centimeter. Zo, goedemorgen. 86 centimeter. Hij is gewoon heel erg richting het gemiddelde aan het gaan. Nou denk ik dat straks weer sky high. Als ik bijvoorbeeld zijn schoenmaat bekijk, dan denk ik weet niet hoor. Maar, en hij heeft gewoon, ja, hij is nog steeds gewoon een lange slanke jongen. Maar hij heeft al wel, hij heeft net een beetje dat chubby. En dat vind ik echt heerlijk. En gewoon in die lekkere beentjes. En het is steeds meer een mensje. Het is zo leuk om te zien. Ik snap nu wel dat mensen zeggen dat het steeds leuker wordt. Terwijl ik dacht, ja, baby's zijn echt de best. Maar goed, baby's zijn ook heel zwaar. En baby's huilen. En baby's hebben heel veel aandacht nodig. En kinderen hebben ook heel veel aandacht nodig. Maar het is andere aandacht. Want je connect, zeg maar, weer. Oké, dat was mijn batterij. Waar was ik gebleven? Ik had het volgens mij over chubby beentjes en zo. Schoenmaten. Nou ja, dat hij meer een mensje wordt. Ja, dat is wel echt heel leuk om te zien. Je ziet veel meer de interactie met mij en met Sven. Maar ook bijvoorbeeld, mijn vader past elke dag of elke week een dag op. En dat zie je. En mijn moeder ziet hij natuurlijk heel vaak. En andere opa en oma ziet hij natuurlijk iets minder vaak. Maar ook die zie je gewoon, die herkent hij. Want daar is natuurlijk ook wel eens een nachtje bij en zo. Dus dat, of ze eigenlijk een nachtje hier. Maar het is echt heel leuk om te zien. Je ziet hem. Ja, ik vind het sowieso. We krijgen altijd te horen. En ook weer, nu ook weer op de consultatiebureau, zo'n open blik. Hij kijkt echt heel open en vriendelijk de wereld in. En je ziet dat mensen dat echt zo leuk vinden ook. En nou, we horen dat echt heel veel. Dat is echt heel grappig. En je ziet hem heel erg denken ook. Dus hij kijkt je aan op een hele vriendelijke manier. Maar ondertussen zie je hem denken van, hey, oké, gezellig. Nou, dit kan wel leuk worden. Dat is echt gewoon, ja, dat is echt, echt leuk om te zien. Het was, laatst hadden we een feest van het kinderdagverblijf. En dat was heel zielig, want hij moest 's ochtends moesten we voor hem naar het ziekenhuis. Want jee, hij is nu helemaal van zijn spreidbroekje af. Yes. Dus hij mag in de wilgen. Het was allemaal helemaal oké. Dus echt super snel gegaan, heel fijn. Hij vindt het ook echt heerlijk. En 's nachts ook heel fijn dat hij geen majootje en zo meer aan hoeft. Dat hij gewoon lekker in zijn blote beentjes kan, want hij heeft altijd super warm. Dus daar waren we 's ochtends en daarna meteen door voor mij naar de mesoloog. Waardoor hij dus eigenlijk, 's ochtends staat hij het beste, waardoor hij 's ochtends eigenlijk heel slecht had geslapen. En dat ook niet meer lekker kon goedmaken 's middags, want om 4 uur hadden we feest van het kinderdagverblijf. En daardoor was hij heel hangerig en huilerig en dat is hij eigenlijk nooit. En dat vond ik heel jammer, omdat dat is nou juist wat hij super leuk vindt, namelijk met allemaal andere mensen en kinderen. En dat vindt hij prachtig. Dus dat was wel heel jammer. Maar goed, weet je, hij was nog steeds heel vriendelijk. Hij was niet onaardig, maar het is wel anders dan als hij normaal is. En ik denk dat hij er dan veel meer van had kunnen genieten, zeg maar. Want ja, ik dacht, dat vindt hij echt prachtig. Verder vindt hij het kinderdagverblijf trouwens echt sowieso super leuk. De lijsten zegt het ook. Je hebt kinderen die gedijen daar gewoon goed. En je hebt kinderen die gedijen er minder. En hij vindt het echt gewoon prachtig. En het is echt heel, heel leuk om te zien. Ik ben inmiddels weer een dag meer gaan werken. Of eigenlijk werk ik nu 3 om 4. Dus ik ben om de week op de vrijdag vrij. En ik ben elke woensdag vrij. En Sven is ook om de week op vrijdag. En dat wisselen we dan af. Dus Sven heeft nu ook voor het eerst een echte papadag gehad. Hij heeft nu nog meer respect voor me, dat is altijd fijn. Want het is natuurlijk best wel vermoeiend zo'n hele dag. Zeker voor het eerst, ik ben er inmiddels aan gewend. En ik weet gewoon precies wanneer hij naar bed moet. En wanneer hij eet, wanneer hij honger heeft. Of wanneer hij inderdaad moet slapen, dat soort dingen. Ik kan het inmiddels redelijk
doen. Maar ik snap best dat het is best wel eventjes natuurlijk wennen. En je kan gewoon... Soms kom je overal aan toe, soms kom je nergens aan toe. En dat, daar moet je ook gewoon bij neerleggen. Ik moet zeggen dat ik best wel moe ben na weer een werkweek van 4 dagen. En ik ben ook wel een beetje aan het zoeken hoe het verder moet met mijn blog en mijn YouTube kanaal. Want ik vind het fantastisch om te doen en ik word er heel blij van. Ik word heel blij ook van jullie reacties. En dat is eigenlijk iets waardoor ik altijd denk, ja, ik ga gewoon door. Ik bedoel, ik heb misschien niet de grootste bak volgers, maar ik heb wel hele lieve en trouwe volgers. En ja, altijd wel hele leuke reacties. En ja, wil ik heel graag blijven doen. Maar ik merk ook wel dat het best wel pittig is naast de kleine. En bij deze filmpjes is het niet heel erg als je hem op de achtergrond hoort. Maar ik vind het bij beautyfilmpjes altijd wat lastiger als je dat hoort. En ja, ik moet dat toch dan een beetje om hem heen plannen. En dat is lastiger als ik... En voorheen deed ik dat gewoon op mijn vrije vrijdag. Maar nu ben ik dan wel vrij, maar dan ben ik natuurlijk met hem. Dus dat is, ja, dat is, vind ik lastig. Dus daar ben ik nog een beetje naar aan het zoeken. Want ja, het is een beetje, het is natuurlijk, het is heel erg mijn hobby. En ik zou het heel leuk vinden om ermee door te gaan. Maar ik moet ook een keuze maken in wat ik zeg maar kan. Want ik ben ook maar een mens. En je kan niet alle ballen in de lucht houden. Dus ik zeg absoluut niet dat ik ga stoppen, maar ik zeg wel dat ik erover nadenk. Puur omdat ik gewoon het lastig vind om mijn tijd te verdelen tussen en gewoon even niks hoeven. Want dat zit er eigenlijk bijna nooit meer in. En verder gewoon het huishouden en Niels en werken. En ja, nou, als jullie daar tips over hebben, let me know. Ik ben op zich best wel goed in het plannen en organiseren, maar... Ja, ik ben niet heel goed in gewoon op mijn kont gaan zitten en niks doen. Zeker niet als ik weet dat er nog dingen wachten. Dus dat is een beetje mijn struggle. Maar voor nu ga ik gewoon nog lekker door. Want ik heb ook gewoon nog heel veel... Ja, ik heb er gewoon heel veel plezier in. Dus daarom wil ik ook niet stoppen. Maar ik wil ook niet gewoon maar af en toe een filmpje plaatsen of zo. Ik wil wel gewoon met regelmaat filmpjes blijven plaatsen en... dat jullie ook weten wanneer ze komen. En niet gewoon, ik zie wel weer eens een keer. Dat vind ik niks. Dus, nou goed. Terug naar Niels. Ja, hij doet het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Het is gewoon, ik zeg altijd, het is een heel blij ei. Het slapen gaat ook heel veel beter. Het is echt super fijn. Ik denk dat het ook te maken heeft met de 6 maanden die grens die bereikt heeft. En dat het tuigje af is. Of zijn spreidbroekje uit is. Hij heeft veel meer rust s'nachts. Ook overdag gaat het slapen beter. En hij slaapt dus vooral 's ochtends heel veel. Dus 's middags iets minder. En 's nachts slaapt hij nu gewoon in principe van 7 tot 7. Dat is echt een enorme verademing. We hoeven er over het algemeen niet meer uit. En dat is echt iets van de laatste week. En dat is echt ontzettend fijn. Qua tips kan ik alleen maar zeggen. Rust, rijden uit regelmaat. Probeer echt zo snel mogelijk signalen te zien. In ieder geval overdag. Kijk, 's avonds wil je gewoon een bepaalde tijd in bed leggen. Dus dan, soms zie je wel dat hij moe is. Maar dan denk je, je moet nog heel veel volhouden. Maar vooral overdag. Probeer er rekening mee te houden. Ik kan dus ook niet een schema van hem zeggen. Want het is elke dag anders. Maar behalve dan dat ik weet dat hij 's ochtends meer staat dan 's middags. En verder. Ja, gewoon een ritueeltje. We hebben maar een heel klein ritueeltje. Het is eigenlijk gewoon omkleden. Slaapzakje aan. S'avonds dan, hè, omkleden, slaapzakje aan. Vaak was ik hem ook nog eventjes. En dat is of in bad of onder de douche. Of met z'n billen in de wasbak. Want dat vindt hij ook heel leuk, want ik kan in de spiegel kijken. Dus een beetje een mixje. Of ik doe het gewoon even met een washandje. Dus het is iets van wassen. Dan is het pyjamaatje aan. En dan is een slaapzakje aan. Dat scheelt ook zoveel tijd dat je niet meer dat hele spreidboekje aan hoeft te doen. Slaapzakje aan. En dan ga ik zitten of Sven gaat zitten en de ander komt de fles brengen. En dan drinkt hij de fles deeg. Dan geef ik hem nog een dikke kus en een knuffel en dan gaat hij slapen. Heel simpel en klein, maar bij hem werkt dat prima. Ook omdat hij dan vaak al best wel moe is. En overdag is eigenlijk gewoon slaapzakje aan en slapen. Natuurlijk wel een knuffel en een kus, maar ja, dat is het denk ik een beetje. Ik heb ook een video opgenomen over zijn favoriete speeltjes van het moment. Leek me wel leuk om een beetje zijn speelgoed te laten zien. En als je nog meer soort favoriete filmpjes willen zien van hem, laat ook vooral weten. Ik heb geen idee, hoe bizeus is van kleding of zo. I don't know. Dat is vaak dan mijn favoriete kleding natuurlijk, maar toch. Als je dat filmpje wil zien, dat is net online gekomen afgelopen week. Of het komt komende week online. Dus als je daar benieuwd naar bent, als je online staat, zal ik hem hieronder even linken. En anders dan
vind je hem volgende week, dus op de woensdag of de zaterdag. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien en ik wil je weer ontzettend bedanken voor het kijken. Sorry weer voor al het geratel. Ik denk dat ik echt een hele lange video heb gemaakt. Maar misschien valt het mee. Misschien kan ik wat uitknippen. I don't know. Oh, nog één ding. Want jullie willen natuurlijk altijd graag de buik zien. Dus die zal ik nog even laten zien. Ik heb een wijde blouse aan en een legging. Excuse me. Excuse me daarvoor. Dit is mijn buik. Ik heb niet het gevoel dat er heel veel aan veranderd is. Dit is dus met kleren aan. En dit is zonder kleren. En ja, dit blijft gewoon een beetje hard. Ik weet niet zo goed of dat dan die gebroken navel is. Dus dat wil ik ook eens even aan de gynaecoloog vragen. Want hier is het op zich gewoon normaal, zoals ik mijn buik ken. Alleen dit is gewoon ook hard. Dus ik weet niet, misschien is dat gewoon mijn gebroken navel of zo. I don't know. Ja, dit is hem. Nou, ik hoor dat de mannen ontzettend aan het keten zijn, dus ik ga lekker mee keten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer te zien en ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. Laat vooral je tips weten onder in de comments en ik zie jullie snel. Doeg! Anti-pollution screen. SPF 30 en Radiance Boosting Pigments. Ik heb de kleur 03.